clubje aan de Rijn, waar we samen één mee zijn. Op oost en west en noord en zuid zingen wij geel en zwart vooruit. En we strijden voor de volle winst, gooien alle remmen los. En we zingen voor Vitesse en hun stroom. Zit in onze natuur. Een scherpe blik voor iedereen. Wij leveren kijkcomfort met maatwerkglazen van Essilor. Maar wij gaan verder dan dat. Daarom ondersteunen wij de voedselbank. En wij werken samen met Emeva. Brillen voor kinderen in Afrika. Polman op de chance. Natuurlijk! We hebben 6 goede antwoorden die de 2-0 voor AZ hadden goed voorspeld. Het was een, naar mijn idee, een beetje strijdloze pot. Vond Vitesse heel erg achteruit voetballen. Ja, dan is Vitesse gewoon niet sterk en Vitesse moet lekker op de aanval voetballen. Maar dat zullen jullie wel met me eens zijn, denk ik. Wat ik al zei, we hebben 6 goede loodjes. Ik ga zo direct 2 loodjes trekken. De eerste loodje is voor de zonnebril, de tweede is voor de APK. Gesponsord door Polman Options en NPCar Service. Volgende wedstrijd voor Vitesse is aanstaande zondag 12:15 tegen Fortuna uit. En vanaf februari hebben we een nieuwe fan van de maand met de nieuwe sponsor. En die komt nu boven in beeld. Bella Roma Pizzeria is onze nieuwe sponsor voor de fan van de maand. Ik ben er hartstikke blij mee. Dan kan ik lekker door blijven gaan. Mensen blij maken met deze prijzen natuurlijk. Maar eerst gaan we natuurlijk loten en dan in februari komt die vanzelf voorbij en dan kun je er ook op reageren. Dus ik ga de namen weer opnoemen, dan gaan ze weer in het bakje en dan gaan we loten. We beginnen met Rob Oldenhaven. Dan hebben we Jeffrey Leenders. Martin Kugel. Het was echt dramatisch gisteren. Ik heb me kapot zitten ergen. Met mijn vele anderen, denk ik. Martijn van Eldijk. Natuurlijk krijg je het logo wat nu hier daarboven staat. Een mooi plekje straks aan die kant ertussen. Harry Smet. Sommigen van jullie hadden al gezien dat ik daar heb gegeten. Het eten daar, dat smaakte voortreffelijk. Henk Doeland Junior.
Dat is het laatste loodje gelijk. Het eerste loodje wat we zo direct, zeg ik nog even een keer, gaan trekken is voor de zonnebril. Het tweede loodje is voor de gratis APK. Ik wens jullie succes. Goedenavond, Hans. Het eerste loodje voor de zonnebril is geworden. Jeffrey Leeners. Jeffrey Leeners, gefeliciteerd met het winnen van deze zonnebril. Graag even een berichtje. Dan gaan we naar de winnaar van de APK. En dat is geworden. Martijn van Eldijk. Martijn, gefeliciteerd met het winnen van de gratis APK. Voor beide heren dus graag even een berichtje. Dan kunnen we alles netjes afronden. De loodjes, Melvin Meijer, hoi. Dan kunnen we alles netjes afronden. Kunnen jullie de prijzen ophalen? Of het komt helemaal goed in ieder geval. De vorige winnaars hebben ook gereageerd. Dus die, daar hoeven we niet voor te loten. Maar mocht iemand niet reageren, gaan we met de overgebleven loodjes altijd opnieuw loten. Dus, maar het is nog nooit voorgekomen, gelukkig. Er zijn verder geen vragen meer. Ik wens jullie allemaal een hele fijne avond toe. En ja, wat ik al zei, Vitesse speelt zondag, dus ik zal waarschijnlijk maandag zijn met een nieuwe loting. Mensen, fijne avond. Doeg!